Goedenavond, we zijn er weer hoor. Ja, live vanaf het Bachtplein. Het is weer 7 uur geweest en dus zijn wij hier alweer ruim half uur zijn we hier bezig. Achter de camera worden ondertussen weer de tassen en dozen ingepakt. En voor de camera ziet u dat het podium eigenlijk steeds leger wordt. Ik ga het even een beetje laten zien. Aan de andere kant, zeker bij de soepen, er vallen inmiddels gaten in de hoeveelheden. En dat betekent dat wij tas na tas aan het vullen zijn. Ja, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Op dit moment zijn we op 200 tassen ongeveer die al zo goed als gevuld zijn. En we hopen vanavond om de 300 tassen te bereiken. En dat wil niet zeggen dat die tassen dan wel helemaal klaar zijn. Maar dan hebben we in ieder geval in alle tassen hebben we precies dezelfde producten zitten. Kan natuurlijk qua merk verschillen, qua verpakking kan het verschillen. Maar dan zit er in ieder geval in elke tas zit een vergelijkbare hoeveelheid soep, groente, fruit en vlees. Daarbij zit dan ook natuurlijk nog de aardappels, de uien, de frisdrank. Er zit iets te snoepen bij. Dus het gaat heel erg goed. En vanavond zijn we er nog de hele avond tot 9 uur. Kunt u ons vinden op het Bachtplein 589. Dat is de voormalige bibliotheek. Ook morgen zijn we er nog van 10 tot 12. Daarna gaan wij ook met onze beentjes omhoog. En dan volgende week donderdag, en dat is wel heel erg leuk, ook voor de mensen die allemaal gedoneerd hebben. Volgende week donderdag, 5 januari, dan gaan wij alle mensen die een pas hebben van Stichting Net Niet Genoeg, gaan we blij maken, want die kunnen dan zo'n doos bij ons opkomen halen. Tot die tijd gaan wij hier heel erg hard verder. Kom vooral langs met uw donaties, want er kan altijd meer bij, want de tassen kunnen nog steeds voller. We zijn in ieder geval heel erg dankbaar. We zien u graag. Fijne avond.